Doe eens een uitslag. 3-1 VVZ aan. Dat we er een goede wedstrijd van maken. En uiteindelijk uitslag. Ja, als zij zeggen dat ze 3-1 winnen, dan zeg ik dat wij 2-1 winnen. We zijn vandaag met Goed Geschoten op de finale dag van de Amersfoortse kampioenschappen, Amersfoortse voetbalkampioenschappen. Niet helemaal is het goed, het is Labé, Amersfoortse voetbalkampioenschappen. André Hielkert, voorzitter van de AVK. Labé nog steeds de hoofdsponsor? Labé nog steeds hoofdsponsor, tot en met de allerlaatste wedstrijd vanavond. Ja, ja. Daar zijn we ook heel erg blij mee geweest de afgelopen 3 jaar. En hun zijn ook hartstikke tevreden, dus je weet nooit wat er voor moois weer gaat opbloeien. We zien gewoon nog steeds dat elk jaar dat we weer kleine stapjes maken om het nog beter, professioneler, dat is misschien een beetje te zwaar woord, maar in ieder geval gezelliger te maken. En dat het allemaal nog beter aansluit op hetgeen wat ze de vereniging ook willen aan het begin van het seizoen natuurlijk, hè, ter voorbereiding van. Maar ook voor al de mensen die komen kijken, of het nou publiek is of genodigden. Ja, het blijft gewoon een feestje wat nog steeds beter in elkaar gaat. Peep, ja. Voorzitter, ja. Van voetbalvereniging Hoogland. Ja, klopt. Wij kwamen net binnen en schitterend verbouwd en een mooi clubhuis geworden. Daar is een heleboel tijd en centjes in gestoken, maar het ziet er perfect uit. Nou, dankjewel. Daar zijn we ook trots op. Ja. Het heeft heel lang geduurd, dat weet je wel. Ja. Maar wij zitten eigenlijk met een grote verbouwing die we van plan zijn met de kleedkamers. 16 nieuwe kleedkamers. Ja, dat is het enige wat nog ontbreekt, hè? Dat is eigenlijk onze grote wens. Ja. En wij doen al jaren daar geld voor verzamelen met loterijen en obligaties en noem het maar op. Crowdfunding. Ja. Maar ja, de leden zeggen ook eens een keer, wanneer zien we eens een keer wat? Ja. Dus zeiden we van, nou weet je, laten we nou eerst de kantine eens een keer goed aanpakken. Ja. Dan krijgen de mensen ook weer die kick om dat volgende project aan te pakken. Want en dat werkt? Want wij alleen maar om geld. Dat werkt? Ja, en dat werkt zeker, ja. Ja, absoluut. We hebben zoveel positief commentaar erop. Dus, ja, dat kan eigenlijk niet beter. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, kijk, we zijn eigenlijk toch vrij onverwachts op de laatste dag kampioen geworden en die hoofdklasse ingegaan. Dat is natuurlijk wel een leuk avontuur voor zo'n dorpsclub. Want we zijn natuurlijk wel een dorpsclub. Dat zie je hier ook wel. Niet te bescheiden hoor. Nee, maar zo is het wel natuurlijk. We zijn toch nog steeds een dorp. Dat heeft natuurlijk ook zijn voordelen, want wij hebben heel veel vrijwilligers. Dat zul je ook gemerkt hebben. Overal is het dik bezet, of het nou in de bar is of bij de intree of de parkeerplaats. En dat is natuurlijk een groot voordeel als je een zeg maar toch een beetje dorpsgebonden club bent. Ook qua sponsoring natuurlijk. Ja, ja. Iedereen draagt Hoogland een warm hart toe. Wat we altijd heel belangrijk vinden, dat we goede samenwerking hebben met de gastheer. En we hebben een paar regels met elkaar afgesproken. En zolang we die naar elkaar toe gewoon eerbiedigen, en dat doe je gauw binnen het voetbal, want zo ga je wel met elkaar om binnen het voetbal. Dan is het allemaal prima en dan geef je elkaar gewoon de ruimte en dan komt het altijd goed. Dus hier staat een tevreden voorzitter, zoals bijna elk jaar, nee, altijd elk jaar. Ja, nou ja, ik bedoel, de samenwerking met elke gast hier tot dusver is gewoon hartstikke mooi geweest. Of het nou in het begin was van de nieuwe start van het AVK, of dat we nu 6, 7, 8 jaar al verder zijn. Ja. Dat is allemaal hartstikke mooi. Dus ja, ik ben content, de mensen zijn content. En nog heel belangrijk, de spelers zelf, want het leeft enorm onder die jongelui met elkaar. Ja, ja. En ja, daar doe je het dus voor. Even de AVK, ja. Jullie zijn gasten hier vandaag, ja, een hele, hele week al. Ja. Dat gaat als een speer? Ja, ik vind dat als een speer. Ja. Ik ben, wat eigenlijk het belangrijkste is, dat zeg ik ook, kijk, ik vind het AVK echt voetbal Amersfoort ontmoet elkaar. Ja. Nou, dat is superleuk. Ja. Joop, ik heb een lekker glaasje wijn voor je. Kijk, ja, dat gebeurt. Is dat Hoogland? Dat is Hoogland. Ja, dat is Hoogland, hè? Dit is wel onder... Ja, maar ik voel hier toch nattigheid, hoor. Ik voel hier heel erg veel nattigheid. Ik voel de hele aantal nattigheid op mijn rug. En weet je, nee. In Hoogland is het altijd mooi weer. Toch? Ook al regent het, is het altijd mooi weer. Nou, dit maken ze zelf mooi. Is dit een wijnhandel die hier stiekem tussendoor gaat? Alexander. Op een prachtig Amersfoorts kampioenschap, daar proost ik op, ja? Alexander, proost. Proost, hè? Ja, het ja, dit is wel even een. Het is ook wel een slimmer, hè? Dat is ook wel een slimme jongen. Hij is heel slim. Hij is heel slim. We waren even een interview, meneer Alexander. Ja? Nee, ik zeg meneer Alexander. Ja. Maar praten krijg je toch dorst? Ja. Nou ja. Dan zien we elkaar nog wel even vanavond. Ja, precies, hè? Oké. Doe eens een uitslag.
Ja, wat moet ik zeggen als voorzitter? Ik weet het. Kom eens even. Nee, we winnen wel. We winnen met 1-0. Van Empelen staat hier te popelen om wat te zeggen. Jullie winnen met 1-0. We winnen met 1-0. VVZ. Mijn verwachting is anders. VVZ A. Ja, ik denk dat wij vanavond de overwinning pakken. Maar dat heeft alles te maken dat Hoogland niet in zijn sterkste opstelling kan verschijnen. Ja! Daar weet ik niks van. Vanwege de competitieverplichting. Ja, dat heeft Raymond en terecht ook aangegeven in de krant. Stond er in de krant. Die zei van ja, maandagavond gaan wij voor de volle bak. Maar daarna ga ik met een aangepast elftal. Want mijn competitiestart is belangrijker. Op dit moment is de derde en vierde plaats. Ja. 3-0 Nieuwland. Ja. Is dat een verrassing? Verrassing. Ik denk dat VOP ook prima heeft gepresteerd dit seizoen en dit toernooi. Maar ik denk, ja, het is voorbereiding, hè? Ja. En het zijn ook voor een VOP best even wat wedstrijden. Drie in dit geval al in de week. Ja. Dus ja, ik kan me best wel voorstellen dat sommigen er een beetje doorheen zitten. Maar dat geeft niet. Dan weet in ieder geval de trainer waar hij aan moet werken. Juist. Jan Vonk, competitie, vijfde klas, HVC, KVVA, uitslag, 2 maal. 6 punten, 3-0 en 1-2. Dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt. We hebben net jouw voorzitter gesproken, Jan Vonk. Ja. Schrik niet. HVC, KVVA, 3 punten voor HVC. KVVA, HVC, 3 punten voor HVC. Ja, dat zei hij net, hè? Hij heeft heel makkelijk gezegd, ja. Ik ben blij als we gewoon thuis kunnen winnen en uit gelijk spelen. Dat is ook nog, nou, dat is heel diplomatisch van je. Ja, ja. Ja, je bent nu het nieuwe trainer van HVC. Jullie hebben een goede selectie. Hier zijn jullie niet zo hoog geëindigd, maar ja, dat kan ook haast niet anders. Leuk dat je dat gaat doen. Heb jij nog nieuwe mensen erbij gekregen? Ik heb 10 nieuwe spelers. Ja. En daar zit allemaal, ja, zijn jong. Ja. Jongens die 18, 19 zijn, paar. Ja. Ja, dus daar ben ik blij mee. Dus totaal is het nu 35 man. En tot nu toe moet ik eerlijk zeggen, ja, kan ik niet met de spelers van APWC vergelijken. Want nee, die waren technisch allemaal goede voetballers. Ja. Maar deze groep, ja, jong, onervaren, maar die wil. En die, ja, ze zijn gedreven, ze gaan ervoor en dat is leuk om te zien, ja. Willem, ik heb het boekje erop nageslagen. Je bent de enige die VVZA in de finale had gezet. Ja, dat is goed, hè? Goed gedaan, weet je. Ja. Terecht. Een beetje vertrouwen in je ploeg hebben, ja, hè? Ja, ja. Ja. Net kreeg ik wat diverse reacties van sterkste of niet sterkste opstelling voor de AVK. Ja. Hoe denk jij erover? Is het terecht dat er een B-elftal staat? Of zeg je van ik ga met mijn volledige elftal in de competitie in en dat ga ik ook op de AVK doen? Nou, wij spelen met gewoon een sterke elftal. Ja. Dus wij zijn weer in de voorbereiding. Dus, en we hebben 17 spelers en wij spelen nu gewoon het sterkste elftal kan ik nog niet helemaal zeggen. Omdat je in de voorbereiding zit. Ja. Maar wij houden daar geen rekening mee. Nee. En ik snap dat Hoogland dat wel doet, omdat ze zondag al voor de competitie moeten. Dat is een ander verhaal. Ja, dat is wel zo. Met jullie beginnen? Wij beginnen 4 september. Ja, of later. Ja. Maar vind je het een goed excuus dat de competitie dan begint? Ja, vind ik een heel goed excuus. Ja. Zou ik ook gedaan hebben. Ja. Ja. Okay. Dag. Hoi. Oh, hoi. Hallo. Dag. Hallo. Dag. Hallo. Hallo. Vorig jaar, ja, toen wilde ik Roelof Luijngen interviewen, maar hij was een beetje dizzy. Ja. En toen is dat helemaal afgeblazen, maar nou weet ik waardoor dat kwam. Ja, ik raakte die bal redelijk goed. Ja. En ja, ik kopte hem goed terug. Ja. Het was vol in zijn gezicht, ja. Dus die moest even 5 minuten bijkomen. Ah, nee. Ja, dat was echt. Hoe is dat? Ik schrok er zelf van. Ja. Zo hard in zijn bek, ja. Maar
Maar ja, hij is er gelukkig weer. Hij is er gelukkig weer. En hij gaf me net een hand, dus ik denk dat het... dus, of hij herinnert me niet meer. Hij is gewoon kwijt. Ja, hij is een stukje zwart gelukkig. Maar. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. Raymond Prins, Hoogland, hoofdklasse volgend jaar. Dat wordt een klus, hè? Ja, dat wordt zeker een klus. Ja, het is voor ons eigenlijk een groot avontuur. Ja, we, qua niveau van de tegenstanders ja, daar zullen we de eerste wedstrijd in beeld bij krijgen. We zijn zelf erg tevreden met de selectie zoals wij die hebben. En dan gaan we kijken hoe zich dat verhoudt tot de tegenstanders. Ja, we hebben al een paar jaar gezegd van we zouden graag de stap willen maken. Nou, nu hebben we de stap gemaakt en nu moeten we het ook gaan laten zien. Wat is die ambitie voor volgend jaar? Ik denk om zoveel mogelijk niet te veel aan te passen aan de tegenstander. Dus in ieder geval eigen spel spelen. En als we dan aan het eind van het seizoen nog steeds in de hoofdklasse spelen voor het komende seizoen. Ik denk dat we dan, dat we dan tevreden kunnen zijn. Je hebt het materiaal er wel voor? Nou, nogmaals, dat zou moeten blijken. Ja. Wij zijn voor Hoogland hebben wij een goede selectie. Ja. En hoe zich dat verhoudt tot de tegenstanders, dat moeten we nog gaan ervaren. Gaan we dat vanavond al een beetje aan de gang zien? Nou ja, vanavond is in die zin vervelend. Hè. We hadden graag met onze sterkste team gespeeld vanavond. Maar omdat we aanstaande zondag al competitie hebben, nou kunnen we niet met die jongens spelen. Ook die jongens die meegaan als wisselzondag, die kunnen vanavond ook niet spelen. Want stel dat ze al vroeg in moeten vallen. Dus we spelen een beetje met een mix van nog een paar jongens van 1 uit 2 en nog wat 2 ervaren jongens uit de derde. Die wel eerste helft ervaring hebben. Dus we hebben een hele jonge ploeg. En ik denk dat het voor die jongens een fantastische ervaring is om voor veel publiek op eigen hoofdveld tegen een goede tegenstander te spelen. Tot slot, kunstgras of natuurgras? Nou, we zijn er zo een kunstgras gewend. En zeker bij de amateurvereniging is er niet iemand die daar dag en nacht mee bezig is om dat te onderhouden. Dus met kunstgras, dan weten we in ieder geval dat we elke week op dezelfde ondergrond spelen. 6 jaar woon je al in Amersfoort, een wereldstad. Maar qua voetbal is het Hoogland hoofdklasse. Ja. Dat is toch best leuk, of niet? Ja, ik zei al, de Koude Oorlog is begonnen. Hè, ja, dat klopt, ja. Ja, hartstikke goed. Ja. En mag Amersfoort ze voorzien aantrekken, hè, dat ze niet, nog niet op kunnen tegen Hoogland. Maar goed, finale zullen we zien, hè? Moet toch gespeeld worden? Ik had een geintje gemaakt. Hoogland is een dorp, maar eigenlijk is het een onderdeel van Amersfoort. Maar dat willen ze helemaal niet weten. Hoogland is een dorp en daar blijven ze bij. En ze zijn trots op die eerste klas of hoofdklasse. Maar ja, ze doen mee aan voor voetbalcompetitieschappen. Dus we rekenen ze nu even tot Amersfoort. Maar ik begrijp het, dat hoort er ook een beetje bij, die rivaliteit. Hè? Ja, de rivaliteit. Ik denk dat het voor het publiek wel leuk is, want ja, iedereen is denk ik wel weer terug van vakantie. Dus kunnen ze lekker hier gaan kijken. Ja. Want de scholen beginnen weer maandag. Ja, jij gaat ook nog een heel kort dagje, geloof ik, hè? Ja, ja, kort nachtjes en lange dagen, zullen we maar zeggen. VVZA en VV Hoogland.
voetbalkampioenschappen. Maar we moeten eigenlijk zeggen, Labé Advocaten Amersfoortse voetbalkampioenschappen. Want ja, jullie zijn weer sponsor. Wij zijn weer hoofdsponsor. Ja, ja, ja. Een derde jaar op rij. Het jaar daarvoor waren we subsponsor. En nou ja, je ziet het is een gezellige aangelegenheid. Het is voor ons zeker een mooi moment om hier gewoon aanwezig te zijn. Ja. En te genieten van het voetbal, te genieten van de mensen en wat het Amersfoort voetbalkampioenschap voor Amersfoort oplevert. Ja. Wat heb jij met voetbal? Nou, ik vind het een fantastische sport. Ja. En mijn broer heeft dat jaren gespeeld, waardoor ik alle voetbalclubs hier in Amersfoort enigszins ken. Natuurlijk niet allemaal. Maar, en we lopen nu al een aantal jaren mee op dit toernooi, ja, waardoor het nog meer gaat leven. Want je ziet mensen terugkomen, je krijgt wat meer mee van alle clubs en hoe ze het doen. Dus het is een hartstikke leuk toernooi. Vorig jaar had ik jou ook geïnterviewd. Zei van, nou, we kijken nog even de katten de bomen. Jullie, ja, zijn er dus weer. Ja, maar we hadden vorig jaar een contract gesloten waar wat inhield dat we dit jaar weer hoofdsponsor zouden zijn. En hoe het hierna gaat, dat is allemaal nog helemaal onduidelijk. Nee, het is bij ons nog onderwerp van gesprek. We weten eerlijk gezegd ook helemaal niet hoe het de organisatie hier, hoe ver die al zijn. Hebben die al kandidaten? Dus dus even na vanavond denk ik evalueren met z'n allen. En nou ja, met elkaar in gesprek gaan we nog verder, zo ja, in welke vorm. Het mooie is wat wij vanaf het eerste begin hebben gehad, dat de sponsors die we hebben zijn allemaal betrokken. En ja, niemand wordt overvraagd. En van onze kant is het altijd een uitdaging om de sponsors weer te verrassen. Ja. Om ze, kijk, en de sponsors die zijn hier de hele week. En die hebben het hartstikke goed naar de zin. Worden goed verzorgd. Ja. En eigenlijk gaat het niet eens om gigantische grote bedragen, maar om waardevolle bijdragers. En dat is een groot onderscheid. Tussen een groot bedrag en een waardevolle bijdrage. En wij gaan voor de waardevolle bijdrage, want wij zijn van de inhoud en niet van de verpakking. Zo simpel is het. Zonder sponsoring zou het allemaal wel kunnen, maar dan krijg je niet wat dit is. Nee. En ja, als je kijkt wat er vanavond ontstaat, zo'n chemie, samen met zoveel kleine bedrijven. Ja. Toch allemaal midden in een klein bedrijf voornamelijk, maar wat ontzettend leuk met elkaar optrekt. En wat echt iets met elkaar heeft. Ja, ja, dat maakt gewoon, geeft kracht aan zo'n evenement. Dus het geeft inhoud aan het evenement. En daar zijn we heel trots op dat we met die mensen mogen optrekken. Ja. Tot slot, jij noemde Kwik. Ja. Is dat teleurstellend wat ze hier hebben gepresteerd? Nee, vind ik absoluut niet. Nee. Ik heb maandag een hele frisse ploeg gezien. Ja. En Kwik zit nu als vereniging ook in een bepaalde fase. Heel veel leden aan was. En met de selectie vorig jaar gewoon. Het was even twee lastige jaren gehad. Maar onder bezielende leiding van Rob Hilbers, denk ik, gaan ze een mooie periode tegemoet. Want het oogt erg goed en fris. Dus nee hoor, mogen we trots op zijn. Als voetballiefhebbers. Ja. 3-0 Hoogland. Met overigens een B-elftal. Ja. Is dat, knap? Dat is een brede selectie, Joop. Zo werkt dat, hè? Dat, ja. En die jongens die staan allemaal misschien dat er nog een boel op vakantie zijn. En die zijn met wat minder. En Hoogland heeft sowieso fantastische voetballetjes lopen. Dus het is verdiend. Dus je hebt geen kritiek op het... Helemaal niet. Nee, Ries, heb jij kritiek? Nee, gewoon een schitterend toernooi. En ik zou je vertellen, zoveel mensen als er deze week zijn. En alles bij elkaar is gewoon top. Het is jammer dat Hoogland niet compleet is. Maar wel begrijpelijk natuurlijk. Die moet het zondag voor de competitie spelen. Dus je vindt niet dat de AVK gewoon met de sterkste elftallen moet komen opdraven? Jawel, dat willen ze allemaal wel. Alleen Hoogland kan het niet. En dat is heel begrijpelijk. Maar die moet het zondag voor de competitie. En die gaan hoofdklasse spelen. Dus ja, jammer voor het toernooi. Maar verder natuurlijk geslaagd als je kijkt hoeveel mensen er weer zijn. En de gezelligheid, zoals hier ook, dat is gewoon top. Maar Joop, ja. Hij komt elke nacht om 2:30 thuis. Want Richard is een jongen, weet je wel. Als het afgelopen is, geeft iedereen een hand. En er staan hier toch veel spelers. Normaal kwam hij om 1:00 thuis, nu om 4:30. Ja. Dus dat is wel een nadeel. Heeft hij dat altijd. Hij heeft zoveel kennis en geeft iedereen een hand. Ja. En dan leent hij ook van mensen geld. Dat doet hij ook. Mag ik dat uitzien? Ja, natuurlijk. Ja. Maar wil je dan de kijkers waarschuwen dat ze dat niet moeten doen? Nee. Mensen die Alzheimer hebben, moet je niet met hem in aanraking. Want zodra ze maar iets vergeten, gaat hij geld lenen. Wil jij hem slaan? Nee, hij is mijn vriend. En blijven jullie vrienden? Ja, zeker weten. Jullie blijven vrienden? Ja, ja. Tot in de doet. Tot in de doet. Ja. Dankjewel, Rien. Dankjewel, Joop. Bedankt voor je deskundige commentaar bij deze voetbalwedstrijd. Ja, maar het was toch een prachtig toernooi, Joop. Mooi weer en ik vind het geweldig, hoor. Dat meen ik echt. Dank je.
Inmiddels, Ronald Nieuwland, ja. Leuk dat je er bent. Ja. Is het 3-0 voor Hoogland. Ja. Maar jij wilde graag even een ander balletje laten rollen. Ja. Een golfballetje. Het golfballetje laten rollen. Er is buiten de Amersfoortse voetbalkampioenschappen, is er ook de Amersfoortse golfkampioenschappen. En er worden dit jaar weer gehouden voor de 38ste keer op Golfclub de Hoge Klei, 2 en 3 september. Zijn er nog bijzonderheden die je eventueel kort wil vertellen? Komen er nog kanjers? Ja, er komen zeker kanjers, want de toppers uit de regio komen. En het is een serieus toernooi. Er is een Holeman prijs, een nieuwe auto, Opel Adam. De eerste prijs is een week Curaçao geel verzorgd voor de dames en heren. Dus het is echt een serieus toernooi. En we zijn bezig met mannenmacht om dat steeds meer power te geven in de woord sport. En in de regio. En dat gaat hartstikke goed. Waar kunnen de mensen dat vinden? Ze kunnen dat vinden. Informatie op www.amersfoortsegolfkampioenschappen.nl. De tijd, de dagen? De dagen 2 en 3 september. Vrijdag 2 en zaterdag 3 september. Hoge Klei Leusden. Hoge Klei Leusden. We hebben tot nu toe 135 inschrijvingen. 35 vrijwilligers, referees, starters, fotografen. En wellicht de filmcrew, dat zou hartstikke mooi zijn. We gaan terug naar de AVK. Dankjewel. Graag gedaan. Gefeliciteerd met een wereldoverwinning van 3-0. 0-3, ja. Sorry. Ja, we moeten het goed uitspreken. Want nee, we hebben het goed gedaan. Het was mooi. Mooie overwinning. En nu volgende week afmaken. Dus dan zijn we waar we heel graag wilden zijn. Dus ik ben er blij mee. Echt afmaken voor volgende week? Ja, tuurlijk. Dat gaan we niet meer weggeven. Dat kan niet. Ik sprak net nog iemand van de golfclub. Ja. Wat is je handicap? Dat moest ik vragen. Handicap is... wat betekent dat? Maar ik ga mijn handicap verlagen. Ja. Ik ben goed bezig. Nee, ik speel mee met het Amersfoortse kampioenschap. Golf, dus 2 september. Dus op de Hoge Klei. Ja. Thuisbaan, dus... Kun je dan lekker je ei kwijt, dat je de kop leeg hebt? Ja. Dat is buiten alle drukte rondom het voetbal, altijd mee bezig. Ja, als je dan aan het golven bent, dan loop je even lekker alleen. Nou, een ideaal alternatief. Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk. En het is toch met een balletje, dus dat is altijd leuk. En je komt collega's tegen? Ook. Hebben jullie het dan ook over voetbal? Nee. Nee. Als we aan het golven zijn, dan wordt er niet over voetbal gesproken. Echt niet. Dat is mooi. Dan kun je back ontspannen. Dankjewel. Oké. Ja, het was snel over, hè? 0-3 ja. In de rust. Ja. Dus, stond er 5 op. Er stond er 5 op, ja. Ja jongens, we zijn in rust al van blijf gewoon voetballen. Ja. Als je snel 3-1 tegen krijgt, wordt het nog moeilijk. Ja. Maar gelukkig heeft iedereen zijn kopje bijgehouden. Valt me toch een beetje tegen, man. Ik had beter verwacht. Ja. Maar ik vind dat wij keurig gespeeld hebben. Ja. En met zo'n jonge jongens. Dus prima. Succes in de competitie, hoor. Ja, komt goed. Hoofdklasse, hè? Hoofdklasse. Laten we even zien wat we zijn. Adios. Daar zie je dat je daar een heel veel mee goed kan maken. En, met enthousiasme, met willen werken, duels winnen. Ja, en ze erin schieten uiteraard. En dan wordt het bereikt. Daar heeft u op gewacht. Het team van VV Hoogland. Dit is het bestuur van de AVK, duidelijk heel erg tevreden en ik wil graag de voorzitter nog even het slotwoord laten doen. Oh. Nou, dankjewel. Nee mensen, het was weer een fantastische week en ik ben weer heel blij dat was bestuur van de Stichting AVK weer zo'n fantastisch sporttoernooi en evenement hebben neer kunnen zetten voor Amersfoort. En ja, het gaat hartstikke goed.
elk jaar smaakt het naar meer en ontdekken we weer dingetjes die we nog beter kunnen doen, nog leuker kunnen doen, nog meer uitdagingen als bestuur. En we gaan er ook volgend jaar weer een fantastisch feest van maken bij Hooglanderveen. Dus ik zou zeggen, tot ziens volgend jaar bij Hooglanderveen.